Hallo. Ja. Ik heb er een. Heb je er ook een, Mark? Nou, dan kom maar even hier. Doe maar even hier komen, Mark. Ja, voordat de voorzitter van de hele boel bent, de vergadering van de hele boel bent opent, hebben we even tijd voor ons jaarlijkse Marks Moppie. Ja, mensen, ik heb lang moeten nadenken toch wel. Ik doe altijd mopjes over mensen en dan zijn er toch altijd nog mensen die naar de rand, ook al bedoel ik dat niet op mij afkomen, van dat hadden nou niet over mij mogen zeggen. Dus ik heb het dit jaar maar eens over beesten. Misschien kent hem al. Dan moet er niet tegen een buurman al beginnen te kwatsen voordat ik aan de kloot toe ben. Maar er loopt een krokodil door een oerwoud heen. Dan komt hij een ijsbeer tegen. Dat is al tamelijk zeldzaam in het oerwoud. Dan zegt die krokodil, die zegt, ik ben net bezig de socialistische partij aan het oprichten. IJsbeer, heb je misschien zin om mee te doen? Zegt die ijsbeer, nou weet je wat het is, ik heb een bontjas, hè. Mijn vrouw heeft een bontjas, mijn kind heeft een bontjas, geld zat jongen. Ik heb helemaal geen zin om lid te worden van de socialistische partij. Oké, zit die krokodil, jammer, dus die loopt een eindje door. En dan komt hij de slang tegen. Zegt die slang, zin om lid te worden van de socialistische partij? Nou, zegt die slang, weet je wat het is? Ik glibber overal doorheen, mijn vrouw glibbert overal doorheen en mijn kind glibbert overal doorheen, dus heb ik niet zo behoefte aan de socialistische partij. Ja, zegt die krokodil, nou jammer dan, hè, die loopt weer door. En dan komt hij de olifant tegen. En dan zegt hij, hey, olifant, zin om lid te worden van de socialistische partij? Nou, zegt die olifant, weet je wat? Ik heb een dikke huid, een vrouw heeft een dikke huid, mijn kind heeft een dikke huid. Nee, ik kan alles hebben, ik hoef geen lid te worden van de socialistische partij. Maar krokodil, waarom word jij eigenlijk lid van de socialistische partij? Nou, zegt die krokodil, ik heb een grote bik, mijn vrouw heeft een grote bik en mijn kind heeft een grote bik. Ja, nou weet ik niet of de jongens klaar zijn. Bijna. Misschien dat Mark nog een klein Marksmoppie heb. Heb je die nog? Nou, dat is pure improvisatie. Ja, dat kan wel. Dat is eigenlijk heel... ken je die van die... Er zit een kind bij een dokter in de wachtkamer. En dat kind dat zit te krijsen. Die dokter die denkt van nou laten we eens even via vriendschappelijke manieren dat kind tot bedaren brengen. Dus die gaat die wachtkamer in en die zegt en dat kind krijsen. Die dokter gaat weer terug en 10 minuten dat kind nog steeds krijsen, dus ze gaat weer terug. Kind dat blijft krijsen. Die dokter die denkt van nou pak ik hem op de harde manier. Dus die smijt die deur van die wachtkamer open en die zegt, verdorie, als je nou niet je bek dicht houdt, dan eet ik je op. Zegt dat 10 jaar oudere zusje van het ventje van naast hem zit, nou ga je liever dan ik, want die heeft een kwartier geleden in zijn box gepoept. Hierbij open ik de derde vergadering van de HBB en heet alle aanwezigen van harte welkom. U zult wel denken, HBB betekent een heleboel band. Mooi fout, dat betekent natuurlijk, hoi Bert Bedoel. Hierbij, als er verder geen vragen meer zijn, sluit ik het punt af en ga over tot het tweede punt, de binnengekomen stukken. Potdorie, wat is die Tresen Jep eigenlijk? Oh, dat zien ze al. Tresen Jep? Kom. Oh, die hebben moeten voetballen. Die hebben moeten voetballen bij het Eerst van de Zwaluw. Dat zien de twee hangende spitsen. Daar hebben we de kleding zoals u ziet wat korter gehouden, zodat een beter idee krijgt hoe de spanten van de nieuwe sporthal eruit komen te zien. Verder. Eerst binnengekomen stuk is een brief waarin er gevraagd wordt of er hardrock gespeeld wordt tijdens de pronkzitting. Is dat zo, dan kom ik. Anders ga ik gewoon naar Sjaak Thijssen, hoogachtend Henny Giebe. Nou. Beste Henny, natuurlijk willen wij graag aan jouw verzoek voldoen. Ja, nou natuurlijk doen we dat. Jongens, ik zou zeggen, dat is iets heuren. Get down, deeper down, bow down, deeper down.
vond het tijd wat voor hardrock in de Kleppenburg, of niet? Het tweede binnengekomen stuk is van de heer Toon Ellers, architect te Oefeld. Hij vraagt of we niet kunnen spelen. Een carnavalsliedje van bij ons staat op de keukendeur. Nou, dat doen we even. Keukendeur. Bij ons staat op de keukendeur. En ik zie altijd roze geur. En mijn vader schreef op het verhang. Lekker is maar 1 meter lang. Ja. Het is... Het is maar kort, want de huizen tegenwoordig worden gebouwd met een open keuken en daar zit geen deur meer in. Derde binnengekomen stuk, een vrouw van een lid van de Rood van Elf. Mak is een liedje over de carnaval dat er zo vermoeiend is. Hoogachtend, Gérard, de ambtenaar. Vermoeiend. Nou, dan zullen wij ze een liedje over maken. Laat maar zeuren. Na een prachtig mooie smak, naast een oude bruidtabak. Achterin, onder de leuning van de trap, naast jou. Eerste smaakt nooit zo best. Voordat je omvalt. Maar ik lief toch tot het les. Voordat je omvalt. Want als je omvalt, dan lig ik in mijn nette bak. Na een prachtig mooie smaak, naast een oude bruin tabak. Onder de leuning van de trap naast jou. Ik heb maar een paar uurtjes tijd, wat kijk ik uitgelopen. Ik moet nog aan mijn soepvlees denken, dat staat nog te trekken. Maar liever lig ik op de bank om mijn rug te strekken. Want als je omvalt, dan lig ik in mijn nette bak. Na een prachtig mooie smak, naast een oude bruin tabak. Adoei! Onder de leuning van de top naast jou. Voordat je omvalt, plat op je rug en je bed toe en vleug. Het vierde binnengekomen stuk, Beste Boelband.
jullie hebben toch ook meegefeest op het broekfeest? Laat eens horen aan de mensen hoe dat was. Doen we. Kan maar. Natuurlijk doen we dat. In de zomerdag, toen komen vrienden weer bij elkaar. Ze maken plannen voor het feest, dat is ieder jaar. Kom naar het broekfeest, gaat allen mee, oh yeah. Pilsje pakken door in de wijk, plakkers erbij. Dansend onder de maan, genot het heb ik gedaan. Film of live muziek, dans de Noordic riet op het broekfeest. Die pixel beslaat met mijn vriendje door het kennisland. Ik toch, waar heur ik toch, er is een oever iets aan de hand. Dat was het broekfeest, ik haai wel zeggen, voor je. Een pilsje pakken door in de wijk, laten ze bij. Door op het broekfeest, dansend onder de maan. Door op het broekfeest. Je moet het hebben gedaan. Door op het broekfeest. Film of live muziek. Door op het broekfeest. Daar ze nog de griep. Door op het broekfeest. Broekfeest. Dansend onder de maan. Je moet het hebben gedaan. Film op live muziek. Door op het broekfeest. Daar zal nog de griep. Door op het broekfeest. Broekfeest. Was een grote tent en taxi's reden af en aan. Viel het licht wel eens uit, geeft niks, het was volle maan. Nou naar het broekfeest, gaat allen mee, oh yeah. Dus gepakken door in de wijk, later ze bij. Door op het broekfeest, dansend onder de maan. Door op het broekfeest. Je moet het hebben gedaan. Door op het broekfeest. Film of live muziek. Door op het broekfeest. Dat ze nooit de griep. Door op het broekfeest. Broekfeest. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is een speciale nieuwsflash. We gaan over naar de actualiteit van de dag. Harry, Harry, loopt de boer nou niet meer te verzieken, Harry? Hoezo verzieken, Henk? Nou, Harry, jij altijd met je stomme vragen, hè? We zijn er nou bij de VARA, bij Veronica, al uitgegooid door jouw stomme vragen, Harry. Oh ja, is dat mijn schuld? Oh, was jij het dan misschien niet, Harry, die aan de koningin vroeg wat voor soort van lipverfrisser dat ze gebruikte omdat je vond dat ze zo lekker rook, hè, Harry? Was jij dat niet soms? Sorry hoor, maar ik wist het ook niet als we het leuk zou vinden. Niet leuk, niet leuk. Was jij misschien ook niet degene die tegen Lubbers zei, aan Lubbers vroeg, wat voor scherenpraat dat hij gebruikte? God, ik zie dat het Lubbers was, maar we hebben nu toch een leuke job bij de Herout-redactie van Piet van Bergen. Toch leuk? Herout, hè? Herout, hè? Herout.
Oké, Harry, oké. Maar geen stomme vragen meer, hè? Geen gedoe meer van Heroud, hè, en zo? Nee, nee. De zaal zit vol met notabelen, Harry. Ze kunnen ons er zo uitgooien, ja? Eén fout woord en we liggen eruit, Harry. Dat zit Van Bentum. Van Bentum, Harry? De koning van de gladde ijzers? De keizer van de Elfstedentocht? Nee, Van Bentum, de wethouder. Moet je even kijken. Kom, gaan we even kijken. Liggen, hè? Restauratieprobleem. Close up, prima. Meneer Van Bentum, hoe gaat het met uw vorkjes? Nou, niet de best. En hoe gaat het met uzelf? Nou, gek nog. Waar heb je zo'n dikke buik, hè? Zie je mama Mia en je voorhoofd zitten, zeg. Harry, hoe gaat het met uw vorkjes, meneer Van Bentum? Hoe gaat dit met uzelf, meneer Van Bentum? Harry, doe niet zo stom om. De hele zaal zit vol met notabelen. Je mag me niet in mijn ogen zitten schreeuwen, want ik heb verkocht, meneer Van Bentum. Dat is die nieuwe kippenboer. Is dat die man van die nieuwe kippenfarm, Harry? Ja, dat is hij. Hoe gaat het met de eieren, meneer Van Kolster? Uitstekend. Allemaal dubbele dooiers. Harry, je praat meneer Van Kosteren je toch niet naar zijn dubbele dooiers? Er zit ook nog meneer Van Bremen, weet je wel? Meneer Van Bremen. En meneer Van Bremen, bent u al bijna goedgekeurd voor die nieuwe paus in Rome, hè? Ik weet niet wat ik zeggen moet. Harry, nou nog één keer, ja. Nou nog één keer en dan kop ik ermee, Harry. Henk Roders, die nieuwe krantenjongen. Brengt u de krant nog wel eens rond, meneer Roders? Ja hoor, veel papier. En wat doet u? Jelle is op vakantie geweest, toen heb u de krant rondgebracht. Ja. En wat gebeurt er nou als u op vakantie raadt, neemt Jelle dan een zaakje hierover? Ja. Mening over televisieprogramma's. Tine Staatsbeeld. PS, ik heb er een van 52 centimeter. Dan heb ik hem weer gezien. Nou ja, het is inderdaad zo, hè. Je hoeft de televisie maar aan te zetten. En het is zo van kopen kanskaart en de arme kindjes en je wint de krultang en zo, dergelijke verhalen. En het is, ja. Heb jij ze ook al, Frits? Welk? De Rons Honeymoon Quizloter. Ja, heb ik. Ja, ik vind het alleen zo ingewikkeld. Ik weet nog steeds niet of ik de afgelopen 4 weken eigenlijk prijs heb gehad of niet. Nou, ik zal het je even uitleggen. Het was gewoon heel makkelijk afgelopen week. Nee. Als het blauwe halve cirkeltje en het middelste gele halve cirkeltje goed hebt, en er staan 6 getrokken cijfers in, en dat het middelste getal correspondeert met de andere cijfers, dan heb je 25 gulden gewonnen. Makkelijk, toch? Ah, ja. Ja, maar toch telkens als ik weer zo'n quiz zie, hè, dan denk ik toch eens aan, Frits. Dan denk ik aan, wat denk ik dan ook weer aan? Ik denk dan aan... Oh, ik denk dat toch aan. Even een klein overleg plegen samen, mag even. Ja, we zijn eruit. En als ik nou het vingertje omhoog doe, kunnen we beginnen. Het is ongelooflijk. Waar heb ik dat meer gezien? 1, 2, 3, show. Met lotto of telebingo, ik krijg er wat van. Kom je bij me kijken, doen we toch iets leuks vanavond.
Ja, maar waar is waar ik me aan stoor? Dat zijn die politie-series. Je weet wel, je kent het wel. Elke week, keer of 3, 4, tatort en weet ik veel hoe dat allemaal heet. Kijk, ik snap één ding niet. Hoe kan een man met gillende banden over een zandpad rijden? Dat kan niet. Dat kan niet. En als ik in het water spring, hè, dan ben ik drijfnat. Die lui klimmen eruit en die zijn 2 seconden daarna gekamd, droog, gefeund en gesminkt. Dat kan niet. Ik snap het niet, hoor. Nee, dat. En trouwens, heb jij Fred Verstegen en Harry van het Schild wel eens in een Ferrari rond zien rijden om mensen met zonder licht te bekeuren of zo? Nee. Ik niet. Nee, dit is... Ik zou hiervan willen zeggen... Waar heb ik dat meer gezien? Coach Jack Pepper, Miami Vice of was het Magnum? Waar ken ik dat van? Kom je bij me kijken of doe me toch iets leuks vanavond? Ja, en dan die Duitse tv, dat vind ik nog het ergste, ja. Dat is echt het ergste van het ergste, die Duitse tv. Oh, die synchronisatie. Ja, dan heb je bijvoorbeeld zo'n western van... Hey, Joe Coyote. Ja. Wie is daar een naam? Mijn naam is Nobody, sir. Oké. Nobody had Jack Beauregard niet geschossen, Joe, sir. Ah, waarom? Of van die hele lange series, ja. Oh, die van Dallas, Falcons, Dynasty en zo. En dan kijk ik al altijd zo van... welke aflevering heb ik laten zien? 438. Ja, die was leuk, ja. Die was leuk, ja. Nee. Hallo, Blake. Hast du mein Öl gesehen en zo, ne? Ik kan denken, ich ja. Zo, van Öl und Olas en zo, ne? Ja. Maar ik... Altijd denk ik weer aan... Wo hab ich das Meer gesehen? Bei Sue Ellen, J.R. Barisfellen. Blick kennst du doch auch. Kommst du bei mir gucken oder essen wir heute dort? Wo hab ich das Meer gesehen? En dan de laatst binnengekomen brief. Hallo Boerband. De nieuwe prins, dat is een goede vent die met die baard. Schrijf daar eens een liedje over. Hoogachtend. B van de... Ster? B. Bert van de... Sorry, dat moest anoniem blijven. Sorry. Peter? Dat kan wel anoniem blijven. Ja. Maar, volgens mij kunnen we beter een... Liedje terug hoor. Jezus, ja. Kom dadelijk. Moet even kijken. Er staat volgens mij helemaal niet op. Ah, staat het niet op? Nee. Nou, dat gaat over die mollen geloof ik, hè? Ja, het staat er wel op. Oh. Ik had het 6e stuk voor je. De 6e binnengekomen brief, beste Boerband. Ik zie altijd de onderkant van Oefeld. Schrijf nou eens een liedje over Oefeld vanaf de bovenkant gezien. De groeten, de mol van het voetbalvak. Stop, ik kom daar. Ons oefelt langs de Maas gelegd een dorp om ons te geven. Geniet er maar van. Vliegend over het broeklandschap, het is fijn om zo te leven. Zolang het maar kan. En straks nog een sporthal gebouwd, een groot
exemplaar, kant en klaar. Hoe voelt op zijn eigen dat nog een aantal jaren zal steeds dezelfde zijn. Als een ballon zo licht vlieg ik over het oefend gezicht. Zie ik de school, zie ik de kerk, het prachtige Molenbeek. Ons oefende langs de Maas gelegd een dorp om van te houden. Bekijk het eens goed. Wandelend over de trimbaan heen, langs de wit en blauwe, de zwaluw die ik groet. En straks voor de bejaarde een steun, mooi en zo fijn, dat zal er zijn. Oefelt op zijn eigen en dat nog een aantal jaren. Zal steeds dezelfde zijn. Als een ballon zo licht vlieg ik over het toevals gezicht. Zie ik de school, zie ik de kerk, het prachtige Molendijk. Als een ballon zo licht vlieg ik over. Binnengekomen brief. Hallo Boerwens. De nieuwe prins, dat is een goede vent met die baard, zoals net. Schrijf er maar eens een liedje over. Hoogachtend Bert van Dis. Oh, nou dat had niet moeten zijn, maar dat hadden we al gehoord. Oh, dat hadden we al gehoord. Oh. Ja, inderdaad, we hebben een prachtige prins, hoor. Dat vind ik wel. Ik denk dat we er eens een liedje van hebben. Wat zou dat kunnen worden? Het is van muziek een echte marker. Maar ondanks alles hou ik een smoeien, een burgervoer. Ja, het is, ik verzeker, een echte prins en ook een groot spreker. Hij zet de blauwe steek op zijn kop en ik leef weer op. En de raad is stabieler. De voetbalclub die werkt hier als dieren. Het zet het achtste op Peter aan, levert het aan. Het bevat vele mensen. Als je maar ziet, ja, je vindt ze. Het mocht zo anders, gaat het voorbij. Dus doe het.
rood van elk betril, ligt alles stil. En de school en het jeugdhuis, de haven en ook nog het ziekenhuis. Al die tenten prijzen verloop, steeds op. Het kon de sterren, het kon de sterren. We blijven allemaal ergens plakken, met al die dagen door de bils op het genot. Maar hij houdt van beschaving, hij wil een keurig nette verslaving. Al die dagen door de bils op het genot. Dan heb ik hier nog een hele stapel brieven, maar ja, daar hebben we nog een tijd meer voor. Hiermee sluit ik de vergadering. TV-shows die net een keer opduiken, nog veel mooier als de echte. Geweldige muziek, mooie stemmen, mooie benen, knotsgek, keizer, zou Frits zeggen, de hele boel bent. Even een onderscheiding halen bij onze Prins.